We hebben in de studio op bezoek vanuit Nederland Uriel Sabayo van het Diaspora Instituut Nederland. En we hebben ook nog de directeur van Diaspora Instituut Suriname op bezoek. En dat is de heer Marciano Armaketo. Goedemorgen, welkom in Mamandé Taki. Goedemorgen. Ja, we gaan praten over het Nationaal Diaspora. Ik wil niet zeggen seminar, het omvat meer dan alleen een seminar. Het gaat over niet een samenwerking, maar de opbouw van Suriname. De opbouw van Suriname vanuit hier, maar ook van onze burgers, onze mensen met roots in het buitenland, die toch wel een bijdrage willen leveren aan Suriname. De president die heeft eerder aangegeven dat we Suriname moeten ontwikkelen. En we kunnen het alleen niet met de burgers die we hier hebben. We hebben een kleine bevolking en daarom is het van belang dat onze Surinamers in het buitenland ook een wezenlijke bijdrage leveren. En dat willen zij ook doen. Nou, ik mag beginnen met mevrouw Sabayo. We hebben vorige maand nog, in augustus althans, hebben we in Suriname het eerste Nationaal Diaspora Seminar gehad. Klopt. De bedoeling was dat we teruggaan naar Nederland om natuurlijk ook daar te praten met eigenlijk de diaspora zelf Klopt, ja. die daar is. Hoe is die meeting verlopen? Die meeting is goed verlopen. We hebben gemerkt dat het nodig is om juist die discussies aan te gaan. Inbreng is nodig van iedereen. Want diaspora gaat ons allemaal aan, ook in Nederland. Maar niet vergeten die verbinding met Suriname te leggen. Dat is wel heel belangrijk. Ja. Ja. Wat waren toch wel enkele van de belangrijke punten die naar voren zijn gekomen? We hebben het vaker gehoord dat diaspora bereid is om mee te werken aan de ontwikkeling, maar natuurlijk zaken moeten ook toch wel goed verlopen in Suriname, alvorens enkele stappen worden ondernomen. Maar het waren toch wel enkele van de punten vanuit de gemeenschap daar, waar wordt aangegeven van nee, hieraan moet er wel ook gewerkt worden. Of de diaspora wel welkom is. Dat is een van de dingen van is de diaspora welkom? Want nu wordt het vooral gezien van het is de andere partij. Zeker, we zijn overzees. Maar we moeten niet vergeten dat we ook Surinamers zijn, maar alleen Surinamers in het buitenland. Dus zijn we welkom? En uiteraard van hoe moeten we dat beleid gaan vormen met elkaar? Heer Armaketo, we moeten dat beleid gaan vormen vanuit Suriname. Er is een meeting geweest in augustus. We zijn nu pakweg 4 maandjes verder. Onder andere hadden we de heer Brewster horen praten over onderwijs als een van de pijlers waar zo zeker aan gewerkt zal worden. Maar vanuit Suriname, hoe kijkt men naar Diaspora Nederland? U heeft die meeting ook bijgewoond? Ja, ik heb die meeting bijgewoond. Ik moet aangeven dat Diaspora Instituut Suriname meer een faciliterende rol in deze vervuld heeft. Laat me aangeven dat we, als ik praat over we, dan praat ik over Nederland-Suriname, maar elke diaspora daarbuiten ook, samen met IOM en de Surinaamse instanties hier bezig zijn met het formuleren van een diaspora-beleid. En we hebben IOM, de International Organization for Migration, bereid gevonden om ons daarbij bij te staan. We zijn bezig ermee. De consultaties moeten komen, of die zijn er al. Lezingen worden georganiseerd, conferenties worden georganiseerd. Maar ook zulke meetings, diaspora-seminar. Het loopt, maar we zijn nog niet waar we moeten zijn. Ja, er moet nog veel meer gedaan worden. Wat moeten we doen om ervoor te zorgen dat dit echt op gang komt, die trein echt begint? Trein. Ik denk dat, niet ik denk, we moeten elke instantie, elke organisatie, als het nou politieke partijen zijn, in een coalitie, oppositie, de vakbonden, elke Surinamer, elke diaspora, waar die ook zich mag bevinden, moet een bijdrage leveren om dit tot stand te brengen. Dus er moet een maatschappelijke discussie komen, ja toch? Zodat we naar elkaar kunnen luisteren en samen kunnen werken. Want dat is het eigenlijk. Ja, maar dan ga ik toch even terug naar augustus bij onze eerste seminar. Is er al een beetje gediscussieerd, toch, over stappen die ondernomen zouden worden? Maar als ik me niet vergis, zijn er vanuit DIN 5 pijlers, toch?
waaraan er gewerkt wordt, toch? In onderwijs is een van de zaken die al zou lopen of moeten lopen. Ik heb de heer Brusser eerder horen zeggen dat eigenlijk containers al bereid zijn om toch wel de eerste stap te zetten richting Suriname. Met, u zult me corrigeren hoor, stoelen, meubilair enzovoorts. Ja, is die trein nou niet aan het rijden? Is dan niet zo'n maatschappelijke discussie dan niet te laat? Hoe moet ik het zien? Het is nooit te laat. Het is nooit te laat. Ik denk dat we, natuurlijk hebben we gediscussieerd, er zijn bouwstenen, we hebben onze bijdrage geleverd. Nu moeten we overgaan tot het concretiseren daarvan. Okay. Het concretiseren van de actieplannen. Hoe willen we het aanpakken? Hoe gaan we het aanpakken? Wanneer, met wie gaan we het aanpakken? Ja, daadwerkelijk. Er is zoveel die de diaspora wil aanbieden, maar we moeten dat gestructureerd doen. En daar is het Diaspora Instituut Suriname voor. Ja, mevrouw Sabayo, onderwijs was toch wel een van de zaken die, ik wil bijna zeggen, in een vergevorderd stadium was om toch wel aan te pakken. Vanuit Nederland, is de bereidwilligheid nog steeds daar? De bereidwilligheid is er zeker. Onderwijs is een van de pijlers geweest wat naar voren is gekomen vanuit het seminar, dat daar zeker aan gewerkt moet gaan worden. We hebben dat ook samen gezamenlijk opgepakt met het DIS. Want je kunt zelf bedenken dat educatie gewoon een van de belangrijkste dingen is. Wil je tot ontwikkeling komen, dan is educatie gewoon belangrijk. En vergevorderd stadium wil ik niet zeggen, maar we hebben zeker wel de inzet daarvoor. En uiteraard worden er al jaarlijks spullen verscheept naar Suriname, maar ook daarin kan je voor of tegen zijn, maar het feit is wel dat er dat het nodig is. Ja. Dus dit is voor nu de inzet, maar uiteraard gaan we voor een duurzame oplossing. Om ook zeker hier in Suriname die ontwikkeling plaats te laten vinden. Betreft schoolmeubilair en alles wat scholen nodig hebben. Dus dit is de eerste inzet container. En uiteraard moeten we gaan naar een duurzame oplossing met elkaar. Ja. Ja, er zijn door het Brilster die hoor ik praten ook over een aantal zaken die ondernomen willen worden vanuit Nederland natuurlijk naar Suriname. Ik zal me niet vergissen, maar volgend jaar moet er ook zo'n houtseminar plaatsvinden in Suriname. Met betrekking om die pijler ook op gang te brengen. Ik wil me toch wel afvragen van, ja, hoe gaat het allemaal verlopen? Gaan we twee pijlers alvast proberen op te pakken, als we nog moeten concretiseren, gaat het dan niet een zorgen voor stagnatie? Aan wie mag ik het woord? Nee, ik denk niet dat we over stagnatie moeten praten. Ik denk dat de eerste stap hebben we al genomen. En wanneer je stappen maakt, moet je dan kijken hoe je dat gaat maken. Ja, wanneer je dat gaat maken. Dus daarom bedoel ik met concrete acties nu. Ja, dat, concrete acties. Want de diaspora wil wel heel vaak wat sturen. Niet wat, er is heel veel. Ja, ik kreeg die apps elke dag. Maar het moet gestructureerd gaan. Ja, dat, vaak is er wat financieel ook komt eraan te pas. Nu moeten we kijken hoe wij dat gezamenlijk kunnen doen. Ja, dat, dus daarmee zijn we eigenlijk bezig. Maar het is niet te laat. Die stappen die maken we wel. Oké, wat zijn dan de eerste stappen die nu moeten ondernomen moeten worden om te komen tot een concreet actieplan? U bedoelt van het seminar zelf? Vanuit de groep, zodat we eigenlijk echt kunnen praten dat er zaken verlopen. Okay. Laat me aangeven, ik sprak daarnet ook met mevrouw Sabayo erover. In januari, tweede week januari, beginnen we echt hard met die Zoom meetings van ons, omdat we, ik zeg, we praten te veel. We moeten tot acties overgaan. En daarom praat ik over zeker de concrete acties constant. Die Zoom meetings moeten komen. We gaan ook met de 10 schooldirecteuren praten. We gaan met de 10 DIN vertegenwoordigers voor de scholen praten. We gaan met Diaspora in Suriname, met het ministerie van Onderwijs ben ik bezig. Dus de zaken lopen. Alleen een beetje wat vertraging, maar ik denk dat we wel zullen komen waar we moeten zijn. Ja, maar waar zit die vertraging dan nog om te komen tot... Vaak is het
De financiële middelen. Dat moeten we soms even gaan kijken hoe we dat aanpakken. Maar als het om een structuur gaat voor ontvangst, hoe we dat zullen distribueren en zo, die is al eigenlijk in place. Maar de financiële middelen hebben we echt wel nodig. Is er gesproken met de president? Want die heeft dit stukje van beleid naar zich toegetrokken. Ja. De gesprekken zijn er. Ook met, de minister van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking. Ik had nog vorige week een onderhoud met minister Ori van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur hierover. En die hebben allemaal toegezegd om toch wel het beleid te gaan ondersteunen, om te kijken hoe zij kunnen inkomen met wat financiële middelen. Maar let wel, we moeten ook kijken wat de diaspora voor ons kunnen doen, of kan doen. We moeten ze ook daarbij betrekken in alles wat wij willen met deze projecten. Nee. Daarom, die betrokkenheid van de diaspora is van eminent belang. Ja. Mevrouw Sabayo, we zouden in feite deze maand nog een seminar hebben, 2.0. Die is verschoven naar volgend jaar. Klopt. Daar komen we dus straks op terug. We begrepen dat er meerdere groepen zijn die willen participeren. Maar vanuit Nederland, u heeft net aangegeven, één van de zaken is natuurlijk, en zijn we welkom. Ik hoorde heer Armaketto zeggen, dat is best wel zo. Maar richting ons tweede seminar, wat zijn toch wel zaken die jullie meenemen tijdens, ik wil niet zeggen een debat, maar tijdens deze discussie? Uiteraard onze jongeren, om die daarbij te betrekken. Dat het niet alleen blijft hangen bij, u hebt net de president genoemd, politiek. Diaspora en dat beleid is natuurlijk veel verder. Het gaat veel verder dan alleen maar de politiek. Dus ook de bevolking daarbij te betrekken. Het gaat ons nogmaals ons allemaal aan. Dus die gelegenheid willen we aan iedereen ook bieden die zich betrokken voelt om daarbij de discussie aan te gaan. Maar ook zeker te werken aan de bouwstenen die er al zijn. Maar ook zeker aan te dragen vanuit de organisatie waar ze in zitten of als individu te komen met datgene wat zij graag in het beleid of in de gang van zaken willen brengen. Dus dat staat open. Vandaar ook de verschuiving naar 16 februari 2024. Ja, voelt Diaspora Nederland zich betrokken? En wat zegt de gemeenschap daar bij de ontwikkelingen in Suriname? Ik denk dat ze zeker zich betrokken voelen. Mm-hmm. Maar nu is het, hoe worden we ontvangen? Hoe gaan we dat leiden? Hoe gaan we dat structuur inbrengen? Ik denk dat dat ook die discussie moet zijn, van hoe gaan we dat invullen. Maar dat de wil er van beide kanten wel is, dat is zeker. En we kunnen heel lang halen en trekken, maar laten we van het positieve uitgaan en zoeken naar oplossingen in plaats van verschillen in elkaar en hetgene wat we neer willen zetten. Juist voor oplossingen gaan. Ja. Heer Armaketto, we gaan richting februari, waar dus 2.0 zal plaatsvinden. Ik heb begrepen dat de organisatie ook heeft gemikt om vanuit onze universiteit, om toch wel studenten die bezig zijn met hun masterstudies erbij te betrekken. Wat is het belang daarvan? Kijk, luister, het is altijd goed om deskundigen te betrekken. En dat zullen we zeker doen. Ervarings- en terzake deskundigen voor het beter formuleren van de actieplannen. Want je moet begrijpen, het is niet alleen maar zitten en er met elkaar over praten, maar het is een strategie uitwerken. Hoe ga je dat doen? Een visie is altijd, het moet. En dat ga je alleen kunnen doen met mensen die weet van hebben over het diaspora gebeuren. Vandaar dat ik heb aangegeven, niet alleen de masterstudenten die hun master doen op de Universiteit van Suriname, maar elke persoon die zich deskundig genoeg voelt, is welkom. Ja. Oké, wat zijn een van de zaken? U praat over een concrete actieplan. Ik hoor mevrouw Sabayo zeggen, er moet structuur komen. Ik denk dat, tenminste, u zult me corrigeren, dat we in februari echt daarover gaan praten om toch wel duidelijk structuur en actieplan uit de bus te laten komen naar het seminar. Hoe moet dat eruit zien, zo'n seminar?
Kijk, het seminar, we beginnen met mini denktanks, we beginnen met werkgroepen. Die gaan zich dan brainstormen over enkele bouwstenen. Ik noem gewoon maar een voorbeeld hoor. Velen praten over een one-stop office, moet ik het noemen. No? One-stop loket. One-stop loket, waarbij de diaspora vaker hier aankomt. En ze weten niet precies waar ze moeten zijn om gewoon een stempel in hun paspoort te krijgen. Ja, toch? Dus als alles in zo, op zo'n een bureau kan, een loket kan, dan moeten wij dat gaan doen. Nu moeten zij gaan nadenken hoe wij uitvoering kunnen geven daaraan. Ja, toch? Natuurlijk, het moet uitvoerbaar zijn. En ik denk dat er dat de jury, want er is dan een soort jury, een groep, die dan de beste actieplannen die we op kort en lang termijn kunnen uitvoeren, zullen uitkiezen. En dan komt er een plenaire sessie waar de presentaties zullen volgen. Okay. Waarbij de minister en andere hoogwaardigheidsbekleders aanwezig zullen zijn. Ja. Mevrouw Sabayu, en ik zou volgens mij, als ik me niet vergis, ook aan de president de aandachtspunten worden aangeboden in de maand december. Nog. Gaat dat nog door? Nee, dat wordt samengetrokken naar volgend jaar. Om concreet ook die punten, eventueel waar ze bijgesteld moeten worden. Of de, naar de input die we nog krijgen, het dan aan te leveren op 16 februari. In aanloop naar 16 februari in Nederland. Komt er nog een meeting met de diaspora daar? De vraag is er wel, dus we zijn uiteraard ook faciliterend aan de diasporen daar. Om ook daar gehoor aan te geven, om op een of andere manier toch te gaan kijken van hey joh, is dat per Zoom of online. Maar uiteraard willen we daar wel gehoor aan geven, zeker. Ja, nou, heer Arma Kito, mevrouw Sabayu, nog bedankt dan voor uw komst naar de studio. En ik zou zeggen, in aanloop naar 16 februari, succes met de voorbereidingen. Ja, dank en iedereen is uitgenodigd.